Goedemiddag, Monique van Haaf en Ineke Stijmits. Hallo. Van de VVD. Monique, hoe zou u zichzelf op het politieke vlak omschrijven? Ik ben gedreven. Het heeft mijn volledige inzet. Politiek ook is het enige eigenlijk waar ik buiten mijn gezin om mee bezig hou nu. En ik ben echt een VVD'er. Ik ga voor meer vrijheid, minder bestuurlijke drukte, minder overheid en ruimte voor iedereen om die dingen te kunnen doen die ze willen. Okay, in tegenover zit ook Ineke Stijmits. Ja. Zou u zichzelf omschrijven op het politieke vlak? Ik zit er al wat langer in. Ik ben in 1998 als raadslid in Steenwijk begonnen. Vervolgens ben ik 6 jaar wethouder geweest in de gemeente Steenwijkerland. En de afgelopen 4 jaar ben ik fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten. Ik ben de politiek zeer toegenegen. Het is me al eigenlijk met de paplepel ingegoten. Vanuit het gezin vroeger werd er veel over politiek gesproken. Ik ben ook gewoon natuurlijk aangetrokken tot de VVD. Met name waar het gaat om alles wat hoort bij het liberalisme, vrijheid. Opkomen voor jezelf, je eigen verantwoordelijkheid. Maar toch ook daar de helpende hand uitsteken als dat moet. Monique, wat heeft u met Deventer of Overijssel? Waarom deze provincie? Ik ben geboren en getogen in Deventer. Ik vind het een mooie stad. Omgeving is ook erg mooi. Overijssel biedt van alles. Mooie steden, platteland, veel natuur. Dus ik vind het een van de mooiste provincies die we hebben. En u, Ineke? Ja, nou ja, het is natuurlijk een prachtige provincie. Het is niet voor niks een tijd lang de tuin van Nederland genoemd. Maar tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen dat je ook de economie een warm hart toedraagt en dat er werkgelegenheid blijft. Ik ben geboren in Enschede en woon nu in de Kop van Overijssel in Blokzijl. Oké. En deze vraag is ook even aan Monique van Haaf. Wat vindt u wat er moet veranderen in de provincie? Ik denk dat het een van de belangrijkste punten is dat er in de mobiliteit dat er gewoon betere doorstroming komt, met name op de A1, maar ook op de provinciale wegen. Dat we de snelheid daar wel houden zoals die nu is en dat we voor ondernemers daardoor kansen creëren voor goederen aan- en afvoer goed te kunnen ondernemen, te kunnen uitbreiden. Ik denk dat we daar als provincie zijnde een goede rol in kunnen spelen en met name vanuit de VVD. Oké, en wat vindt u bijvoorbeeld van de stationsomgeving Deventer? Ik las er iets over uw programma boekje in. Wat vindt u daarvan? Van de stationsomgeving van Deventer, dat wordt veranderd, of dat willen ze in ieder geval. Wat vindt u ervan, van die plannen? Ik vind het een goed plan. Ik heb beide plannen gezien, zowel het plantsoen als het waterplan. Beide zijn ook mooi. Ik denk dat hoe het nu is wel ook enige verandering behoeft. Want met parkeren loopt het daar best wel vast en het is daar erg druk. Het is ook niet zo'n mooi plein als in het verleden is geweest. Dus ik denk dat het goed is dat er veranderingen komen. Ik ben ook benieuwd welke van de twee het gaat worden. Oké, en mevrouw Stijmits, waar staat de partij voor in deze verkiezingen? Wat zijn echt de speerpunten van de VVD? Als u zeg maar in de gedeputeerde staat komt, wat gaat er dan echt veranderen? Zeg maar? Nou, er zijn een aantal die zijn inmiddels al genoemd, hè, zoals mobiliteit en regionale economie. Wat ook een van onze speerpunten is, dat is terug naar de kerntaken. Dat het duidelijk is waar de provincie zich mee bezighoudt. En dat is onder andere regionale economie, mobiliteit, bereikbaarheid. En dan ook wat betreft het platteland natuurlijk hebben we een belangrijke taak qua ruimtelijke ordening. En die kerntaken zijn heel belangrijk, want dan doe je ook daarvoor waarvoor je bent gekozen eigenlijk. En de overige zaken, zeggen wij, die moeten lokaal gebeuren. Dus als het gaat om welzijn en sociale infrastructuur, dat is typisch iets wat bij de lokale overheid, bij de gemeente hoort. Die zijn het dichtst bij de burger en die kunnen dus ook het best inschatten wat de burger behoefte aan heeft. Oké, en ik hoor van veel mensen om me heen dat
nou ja, dat ze niet gaan stemmen, want nou ja, de provinciale verkiezingen, ze vinden dat niet zo belangrijk of ze kennen het niet zo goed en weten daarom niet zo goed wat er gaat veranderen. Waarom moeten deze mensen stemmen? Nou, dat is natuurlijk het voorrecht wat je hebt in de democratie. We mogen allemaal stemmen. Ik denk dat je daarvan gebruik moet maken om de ideeën die een ieder heeft te laten weergeven door de partij waar je voor kiest. En zo jouw steentje bij te dragen aan de maatschappij, aan hoe we hier leven. Oké, en we krijgen nu ook heel erg mee dat de Eerste Kamer bij deze verkiezing heel erg belangrijk is. Hoe belangrijk is die Eerste Kamer eigenlijk? Nou, die Eerste Kamer is heel erg belangrijk, want zoals wij hier zitten als VVD'ers, willen wij heel graag dat het kabinet Rutte zijn werk gaat afmaken. En dat betekent dus ook dat er voor deze coalitie met gedoogpartner een meerderheid is in de Eerste Kamer. Want als dat niet zo is en ons kabinet komt met allemaal wetsvoorstellen die het niet halen, ja, dan wordt het heel erg lastig. Dus wat dat betreft, er is een grote belangrijkheid voor Provinciale Staten. Maar tegelijkertijd is het ook van belang voor de Eerste Kamer. Dat kan je niet ontkennen. Oké, en op het moment hebben volgens mij VVD 6 zetels in de Provinciale Staten. Wat verwacht je van de uitslag? We kunnen vooral zeggen waar we op hopen. En dat is toch op misschien een verdubbeling. Oké, ja. Optimistisch. Ja, zeker. Als u wordt gekozen voor op 2 maart, wat zijn dan de persoonlijke punten waar u heel erg voor gaat strijden? Zeg maar? Ik wil mij gaan inzetten voor de ondernemers. Dat zij meer ruimte krijgen om te ondernemen op hun eigen wijze. Dat wij daar faciliterend in zijn en niet voorschrijven hoe het moet. Dat ze ook ruimte krijgen om daar te vestigen waar zij het willen. Dus goede bedrijventerreinen die ook goed bereikbaar zijn. En daarop aansluitend ook de hele mobiliteit is denk ik een heel belangrijk punt waar ik me ook voor wil inzetten in de hele provincie. Oké, en mevrouw Steinitz, als u zelf wordt gekozen, wat zijn dan uw persoonlijke punten waar u aandacht aan wil geven? Nou, ik ben, als het dan even gaat om Deventer, hè, want dit is ook het radioprogramma voor Deventer. Van de zomer ben ik uitgebreid hier geweest in het kader van de spoorboog. Hebben we ook gezorgd dat een Tweede Kamerlid van de VVD, Charlie Abtrood, de spoorboog in de Tweede Kamer op de agenda heeft gezet. Dat is natuurlijk nog niet afgelopen. Hè. Die korte spoorboog is er nu wel uit. Maar dat goederenvervoer wat hier langs Deventer zal komen, daar moeten we zeer alert op zijn. En daar zullen we zeker de komende tijd heel veel aandacht voor vragen. Dat dat niet gepaard gaat met overlast voor aanwonenden. Niet eerder dan dat daar hele goede maatregelen getroffen zijn. En wat ons betreft gaat het meeste goederenvervoer over de Betuwelijn, want daarvoor is die ook aangelegd.